Dag Willy, we staan hier vandaag op het terrasje van de Ostendqueen. U heeft zo'n reden zeker, hè? Natuurlijk. Het is hier een fantastische avond met lekkernijen, lekker eten, lekker drinken, leuk gezelschap. En ik sta hier naast mijn liefste vriendin uit de showbiz, onze lieve Wendy van Wanten, waar ik 20 jaar geleden een super hit geschoren heb in Vlaanderen. Kijk eens diep in mijn ogen. Voor het interview. Dag Wendy, we staan in jouw geboortestad in Oostende. Ja, ik voel me volledig thuis en met Willy aan mijn zijde, dat kan helemaal niet meer stuk. Hè? Waarom ben je hier toevallig vandaag? We zijn hier om te genieten, het gaat hier over zeer lekker eten. Ostendqueen, the place to be en we hebben elkaar hier gevonden, hè, Willy? Romeo en Juliet, 5 jaar bestaan vandaag. Hè? Romeo en Juliet, we zijn zo romantische zielen dat we zeker niet willen ontbreken op de lancering van die prachtige champagne van Romeo en Juliet. Ja, stond er al in Oostende in het casino, Wendy? Samen met Willy, hè? Dat zijn mijn eerste stapjes geweest. 20 jaar geleden heb ik hier met Willy voor het eerste keer. Ik zocht toen een geweldige zangeres. Jammer, het is waar. Ja. Je moet niet lachen, Wendy. Ja. Dus ik zocht een zangeres. En we zochten een verrassing eigenlijk, voor het publiek ook. Ja. En Wendy was toen zeer, zeer populair als hot. Nog altijd, hoor. Maar op een andere manier, ja, nu, Willy. Maar toen had ze nog niet echt zo een doorbraakplaat gemaakt. En Roland Verloven, mijn producer toen, en ik zeg, we zoeken iets speciaals. En natuurlijk Wendyke, met alle charmes en een mooie stem uiteraard ook, hebben een plaats gemaakt. Eerst voor het concert, dus kijk eens diep in mijn ogen. Maar dat was zo'n succes op het concert dat we gezegd hebben, breng de plaat uit. En dat is nummer 1 geworden, hè? Ja, absoluut. Ik was zeer vereerd om naast Willytje hier te mogen staan. En 20 jaar later zijn we nog even dicht bij elkaar dan toen. Ja. Dat is nog altijd grote liefde. Iets ouder, maar mooier. Je staat hier straks weer in Oostende, Willy. Ja, 31 oktober. Ja, is het samen met Wendy? Ah, wel, dat is een verrassing. Dat gaan we nog zien. Mag ik niet zeggen. Nee, mag een verrassing niet verklappen. Nee. Misschien kijken we nog dieper, hè? Raren, hè? Maar mag ik dat niet vertellen? Nee, want anders is de verrassing verklapt. Dat mag niet, hè? Nee, Ga je vandaag nog een beetje vannacht samen doorgaan? We gaan de nacht samen doorbrengen, ja. Wat zegt Frans ervan, Wendy? Hij heeft nog 1 nacht. Wat zien die ze ook? Nee, we doen quattro, hè. Nee, dat is geen primeur of zo, hè. Nee. We zien elkaar allemaal graag. Mag ik jullie samen veel succes wensen. Absoluut. Dank je, Willy. Dank u.